Mensen die feeling houden met de natuur en in de natuur werken, dat geeft een bepaalde rust en een bepaalde meerwaarde aan hetgeen wat mensen doen in hun leven. Ja, 13 jaar geleden zijn jullie dit begonnen. Hoe startte het allemaal op? Ja, wij hadden een kleinschalig bedrijf. We melken 30 koeien, maar mijn vrouw komt uit de zorg vandaan en... Ik ben opgegroeid met een tante met een verstandelijke beperking. En uiteindelijk kom je dan met samenwerking van een instelling kom je tot een totaal plan. En dat is tot de dag van vandaag naar volle tevredenheid. Als je nou jullie zorgboerderij vergelijkt met de andere zorgboerderijen die er zijn, wat maakt jullie nou zo speciaal? Nou, wij zijn natuurlijk nog steeds een melkveebedrijf. We melken op het ogenblik 60 koeien met een melkrobot. En dat vind ik sowieso een hele belangrijke essentie. Maar daarnaast hebben wij een horecatak erbij. En dat is weer gekoppeld aan het kinderboerderijgedeelte. En dat wordt ook weer gerund door mensen met een beperking. Als je nu kijkt naar de toekomst, hebben jullie nog een bepaald doel voor ogen? Iets dat jullie nog graag zouden willen? Nee, in principe hebben we de laatste 13 jaar hebben we al heel veel verschillende doelen bereikt. Maar we zijn wel bezig om een winkel op te starten, zeg maar. De afgelopen jaren is er streng bezuinigd in de zorg. Hebben jullie dat ook gemerkt? Ja, er is absoluut bezuinigd. Heel langzaamaan zijn elk jaar wat aantal procenten zijn van de vergoedingen afgegaan. Maar goed, wij hebben het steeds door een stukje creativiteit hebben wij de continuïteit kunnen bewaren. Maar was het niet heel lastig dan? Want ineens, ik neem aan dat je wel dingen moet leren als je gaat werken met mensen met een beperking. Ja, absoluut. Maar goed, mijn vrouw had diploma's al natuurlijk. En ik zeg altijd, een boer is van nature al vrij zorgzaam. Nou, uiteindelijk ben ik zeer blij dat wij toen de omslag gemaakt hebben, zeg maar.